Als jij wilt, dan gaan wij nu met diegene contact op om te vragen of dat echt zo is gebeurd. Nee, want als ik niet, dan smijt ik die tegen de muur. Ik ben niet vreemd gegaan in onze relatie, niet. Ik denk dat de persoon tegenover mij is vreemd gegaan. Nee. Ik hou het liever bij één staaf. Ik denk niet, ik weet. Wat jij weet? Nee, dat was ook niet zo. Nee. Leg me uit hoe ik een string en een t-shirt van mijn vriend in bed. Ja. Dat denk ik niet, maar dat weet ik. Ik weet niet hoe dat hij daar is gekomen, of hij dit bij de was heeft gezeten, of dat hij iets in de was erbij is gekomen. 1 plus 1 is 2. Hoe komt een string van iemand... Luister, ik heb niemand mee in onze slaapkamer genomen. Niemand. Dat is bullshit. Nou, denk. Ik denk het niet. Nee? Nee. Maar ik weet niet hoe dat uit dan. Van waar komt die string? Vraag mij dat. Komt hij uit de lucht gevallen? Dat ik kan denk het niet. Ik weet het niet, maar oh ik heb haar... Oh my god, kom aan. Luister, ik weet dat echt niet. Okay, wat beschouw jij als vreemd gaan? Ik heb dus altijd de theorie, als je seks hebt met iemand anders, dan... ik weet niet, het betekent nooit zo heel veel voor mij of zo. Ik vertel mezelf altijd dat seks niks betekent. Dus dat ik... Voor jou is het pas vreemd gaan als er echt een emotionele connectie is. Exactly. Zeg maar. Nou ja, dat je in een relatie zit met iemand en gewoon... neukt en andere dingen doet met iemand anders waar je geen relatie mee hebt. Ja, kussen of seks hebben met iemand anders. Like, if you're already into the relationship. Maar vind jij zoenen al vreemd gaan? Nou, op zich een zoen... Het hoeft niks te betekenen. Het hoeft niks te betekenen. Gewoon echt met iemand zoenen of seks hebben. Maar ik vind ook wel al grensoverschrijdend als je ze heel erg met iemand gaat appen. Dat vind ik veel erger. Tja, als je met iemand naar bed gaat, ben je met iemand naar bed geweest, dan is het voor mij straight up vreemd gaan. Maar je had gewoon een hele andere relatie, bro. Like, zo. Close zijn met de ander, ja. Nou, nee, niet dat, maar zeg maar echt gewoon zoenen, dat wel. Ja, ik ben zoenen ook al vreemd gegaan, ja. Ben je wel eens vreemd gegaan of heb je het overwogen? Nee, nog nooit. Nee. Oh. Ja, nee. Sorry. Ja, maar... Nee. Geen seconde. Ik ook niet of zo. Hoe kan jij niet geloven dat dat zo is? Because you're lying. Oké, ja, dat is jouw woord tegen het mijne. Sorry. Nee, maar ook jij was mijn enige relatie. Ja. Nou, ik ook niet. Ja, ik ben wel vreemd gegaan. Ja. En jij ook? Mm-hmm. Ja. Ik ben in geen enkele relatie vreemd gegaan. Cool. Echt? Nee. Oh. Ja, jij werkte in een café en je was elke dag zat en bier drinken. En ik ging altijd wel flirten met mensen. En ja. Ik kon dat ook niet zo goed hebben, misschien. Gedaan. En overwogen om het de tweede en de derde keer te doen. Dacht je tijdens seks met mij wel eens aan een ander? Ja, 1 keer. Oh. Dat was de laatste keer, denk ik. Okay. Misschien een celebrity of zo. Wie? Jij niet? Breek mijn hart maar. Ja, nee, tuurlijk niet. Vriendin, the surprise you pay for cheating on me. Like... Oh my god, Mary, serieus? Nee, op zo'n moment dan ben je met iemand bezig en dan ligt je focus toch daarop, lijkt mij. Als jij wilt, dan gaan wij nu met diegene contact op om te vragen nee, of dat echt zo is. Nee, want als ik niet dan smijt ik die tegen de muur. Nee, dat betekent niet dat jij daar contact mee moet hebben, maar dan vraag ik het. Ik ben niet vreemd gegaan in onze relatie, niet. Aan het einde van onze relatie heb ik dat wel gedaan, ja. Ja, ik ook. Ja. Dat is echt erg. Zullen we opbellen? Oh. Bel nu. Dat weet ik eigenlijk niet. Vast wel een keer misschien. Ik denk, ik ken niet eigenlijk. Of misschien zo effe's, maar dat ik dan denk, oh, deze kan niet. Dan... Hallo? Hoi, Shai. Ik heb even een vraagje. Toen Mary en ik samen waren, hè, ben ik met jou vreemd gegaan of is dat pas daarna geweest? Nee, dat heb je niet gedaan. Dankjewel, dat was alles wat ik wilde weten. Oké, dat is goed. Oké, doei. Jullie zijn al bij vieze leraars, zo. Geloof jij in monogamie? Ja, ik denk dat ik dat wel ben. Ja, ik geloof er niet zozeer in eigenlijk. Ja, maar ik geloof ook in dat andere mensen een relatie kunnen hebben met meerdere mensen. Maar ik ben niet daar persoon voor. Ik wil wel gewoon, als ik echt een relatie heb, dan zou ik niet iemand kunnen delen met iemand. Ik geloof er niet in. Ik ook niet. Nee, ik ook echt niet. Nee. Maar je bent nooit vreemd gegaan? Ja.
Leg uit. Nou, ik geloof niet in dat je één iemand ontmoet en daar de rest van je leven bij kan blijven of zo. Oh, nee, oké. Dat je dan... Ja, zwanen zijn monogaam, maar... Maar jij niet. Ik en niet. Nee. Oké. Eén persoon is genoeg. Ja, vaak. Echt. Ja. Maar ik geloof dus wel dat niet iedereen van nature monogaam is. Met welke vriend of vriendin van mij zou je een trio willen? Een vriend of vriendin van jou? Ik kan me echt slaan. Marijn. Nee. Niemand eigenlijk. Ik vind ze allemaal niet echt bepaald aantrekkelijk. Ja, hij heeft dus mijn PlayStation gestolen en zo. Misschien wel mijn... Nee. Disgusting. En mijn skateboard. Nee. En mijn fiets. Wat? Oké, ik ga het wel tegen je zeggen, dat mag je wel weten. Ja, ik wist het, hè. Ik wist het. Fucking yes. Ik wist het. En mijn Wii. En alle Wii-spelletjes. Maar hij heeft het gewoon in zijn huis opgesloten en nooit de deur open gedaan voor mij. Ja, Vee. Echt? Ja. Nou, wie jij? Nee, Alex vond ik altijd echt heel knap. Ja. Even nadenken hoor. Ja. Met jou erbij? Nee toch? Ja, dat, oh, wel. Dat bedoelt de vraag. Ja. Die ene die we allebei gehad hebben. Jongen, helemaal bang. Nee man, volgens mij was jij de pengste uit je gang. Ja. Peng gang. Je vrienden waren lelijk man. Heb je wel eens gefantaseerd over een vriend of vriendin van mij? Ik sla liever over, als het niet erg veel. Nee. Nee, ik ook wel niet, denk ik. Nee, niet per se. Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee, dan nog niet. Ook niet over die persoon die je net zei? Nee. Jij wel? Nee. Nee. Ja, bij mij is dat denk ik een lastiger onderwerp. Want ik heb een paar vrienden van jou gedaan. Dan krijgen jullie 20 seconden om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar jullie seks hebben gehad. In 3... 2, 1. Bed. De badkamer, bed. Woonkamer, werk. De bank. Ja, dat is de woonkamer. Mijn woonkamer. Mijn bed. Ah, mijn shop, huis. De tattoo shop. De tuin ook. De tuin. Zwembad. Zwembad, inderdaad. Bij mijn moeder haar huis. Bij jouw moeder haar huis, daar op de badkamer. Ja. Ja, klaar. Oh, mijn mama's gonna kill me. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuke video vonden. Like en subscribe. En tot de volgende. Doei.